Vandaag is een klein huis met een bijzonder geschiedenis in handen gekomen van Lalilu Craft. We moeten een miniatuurbakkerij maken van honderden kleine details. Veel witte panelen. Dit zijn stukken van een standaard. Lijm ze zo. Voeg dan scheidingswanden toe. Het is gemakkelijk te begrijpen. Boven de onderste lade is er genoeg plaats voor planken en andere kleine dingen. Voeg een decoratief inzetstuk toe. Kleine stukjes zullen dienen als handvatten. Nu zullen de snoepjes beschermd zijn tegen het zonlicht. Het is tijd voor de vloer. Is het u opgevallen? Naast laminaat zijn er ook tegels. Lijm een deel van een behang op een stuk van de muur. In mensenhuizen zouden ze gipsplaten gebruiken. Maar zelfs speelgoedvezelplaten geven ons de mogelijkheid om complexe ontwerpen te maken. Een team van arbeiders heeft behang aangebracht. Het is tijd om te laten zien wat onze banketbakkerij doet. Ze maken handgemaakte chocolade. Het wordt steeds interessanter. Bedek het raamkozijn met een stuk doorzichtig plastic. Een boograam komt in de plaats. Bekleed de muren met vintage borden en smakelijke foto's van desserts. Wanneer de klant binnenkomt, kan hij heel veel lekkers zien. Verbind de stukken gepolijste vinierplaten. Dek het af met een tafelblad. De standaard neemt zijn plaats in bij de ingang. Voeg een paar decoratieve kralen toe. Een glazen vaas voor snoep ziet er heel mooi uit. En poppen willen nu snoep hebben. Hoe kun je nee zeggen tegen chocoladerepen met de zoetste koffiebonen in Lalitown? Vouw een piepklein stukje volgens de vouwlijnen. Zelfs een piepklein snoepdoosje kan je humeur opvrolijken. Begin te werken aan de slingers. Hang driehoekige vlaggetjes aan een touw. De plek bij het raam wordt nog gezelliger. Hier zijn de nieuwe dozen. Er kunnen nooit te veel dozen zijn als het op cadeaus aankomt. Een set van tractaties is de beste keuze voor zoete liefhebbers. Het is lekker en schattig. Zet het op een standaard en de klanten kunnen het hele assortiment zien. Hey. Maak kleine kartonnen doosjes van chocolade. De snoepjes worden op een rij gezet. Een siliconen pijp doet dienst als een glazen flesje. Vul het met chocoladepasta en kleef er een etiket op. Dek het af met goudkleurige aluminiumfolie. De flessen staan al op de plank. De standaard wordt tot een nok toe gevuld met chocolade. Iedereen kan iets vinden wat hij lekker vindt. Laten we nu een vitrine maken. Verbind de hoeken. Maak een frame met een tafelblad. Miniatuurplanken worden bedekt met glas. Voeg een smakelijke print toe. Wat zit daarin? Chocoladedozen, de lekkerste koekjes en geweldig snoep. De vitrine behoudt de juiste temperatuur. Voor degenen die geen favoriete smaak hebben, hebben we een set van verschillende snoepjes gemaakt. Er zijn lekkere lollies op dunne pootjes. Desserts en gelei gaan achter het glas.
Het is perfect schoon in de chocoladewinkel. En er is een aroma van cacao met noten. Maak een straatvitrine. Hoog glas, een boog, hoe mooi. Er zitten tedere kanten linten op. Het is een rustig hoekje van zoetigheid en gezelligheid. Verwijder de beschermende tape, zodat er een kleverig vel overblijft. Bedek met spiesjes rond de omtrek. Maak het frame volumieus. Verbind de kralen om lampen te maken. Trek de draden van de ledlamp erdoor. De bedrading is klaar. Het bord moet de aandacht van de klanten trekken. Onze banketbakkerij heeft een vintage stijl. Maak overhangende beugels. Voeg lampjes toe. En bedek een ledlampje onder een ronde snoepdoos. Wauw, het fonkelt echt. Je kan dit bord al van ver zien. Installeer straatverlichting op een spiessteun. Draai de draden in elkaar. Maak ze vast aan het laadblok. Vraag je ouders om te helpen. Als het donker wordt, vult het licht de banketbakkerij met echte magie. Welkom! Wat een mooie mat! Maak deuren. Ze zijn ook nog schattig. Installeer de luifels op de rigels. Voeg een wit hek toe. De reclame werkt! Vooral als je het vlak bij de ingang staat. Je kijkt naar het bord. Je wilt al binnenkomen. Welkom. Maak een dienblad. Twee paar wieltjes, lichte roesjes en een leuke kleur. Het is perfect om klanten aan te trekken. Een verse taart en een doos snoep zullen de aandacht trekken van hongerige toeristen. En als je wat snoep mee naar huis neemt, hebben we een speciaal designertasje. Knip stukken draad en geef ze de juiste vorm. Stoelen hebben nieuwe zittingen gekregen. Nu is er ook een tafel met een parasol, zodat klanten kunnen schuilen voor de zon. Laat het menu voor toekomstige klanten. De hond kwam toen hij de geur van chocolade rook. Lievertje mag geen echte chocolade hebben. Maar onze banketbakkerij heeft speciale chocola voor honden. Oh, zo lekker! De hond kan niet wachten om naar binnen te gaan. Biddy, je bent te groot. Waf, dan zal ik je banketbakkerij bewaken zoals ik mijn bot doe. We maakten een echte hemel voor zoete kauwen. Een miniatuur chocoladewinkel staat klaar om zijn deuren te openen voor mensen die van koekjes, snoep en cacaobonen houden. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kun je in onze winkel je vriend of vriendin ontmoeten en een kopje chocola drinken. En je kunt de avond zien vallen terwijl je op een gezellig terras met straatverlichting zit. Welkom in een kleine winkel waar chocolade regeert.